Hoeveel voorinschrijvingen zijn er geweest voor deze fietsvierdaagse in Almelo en hoeveel doen er nu ongeveer aan mee? Nou, we hebben een voorinschrijving via de VVV en rechtstreeks onze computer. Website hebben we ongeveer een 250 voorinschrijvingen gehad. En ik denk dat we nu wel met vandaag, het is echt storm, hebben we toch wel 600, 700, even natte vingerwerk, hè? 600, ja, ja. 700 inschrijvingen. Ja, ja. Okay. En mensen wachten op het mooie weer en zeggen, ja, ja, nou doe ik het toch wel. Sommige één dag, sommige twee dagen, maar de meeste toch wel vier dagen. Vandaag gaat de fietsroute richting Bonnebroek. En van Bonnebroek gaat men dan de korte route. Ja. Gaan we dan via Ipelo en lekker helemaal via het Wierisveld langs de doorbraak weer terug. Ja. En de wat langere routes die gaan vandaag, de langste route gaat naar Markelo. En de middelste route die gaat iets voor Markelo, buigt die af en dan gaat hij terug. We hebben drie afstanden, 30, 45 en 65 kilometer. En de komende weken, voor de komende dagen? We gaan, morgen is het woensdag, dan gaan we richting de langste route naar Enschede, de middelste route naar Hengelo en de derde, de kortste route naar Borne. Ja. En dan hebben we donderdag gaan wij richting, even naar Denenkamp, de langste route. Ja. En dan twee korte routes zijn, die gaan dan eerder van de route af. En dan vrijdag, dan rijden we naar de Warf in Enter, de kortste, alle drie routes. Ja. Dan gaat de 45 kilometer door naar Nijverdal, naar Camping Noetselenberg. En de lange route gaat door naar Hellendoorn. Ja, okay. Zijn er anders nog bijzonderheden de komende dagen en zo? Nou, we hebben voor dit nu voor het eerst een, kijken of er belangstelling voor is, een zadelpijnparty op donderdagavond. Ja. Dat betekent een barbecue waarvoor mensen zich kunnen aanmelden met live muziek erbij. Ja. In de hoop dat mensen zeggen van, hé, dat vind ik leuk om met de andere fietsers nog een gezellige avond te hebben. Voor de kinderen hebben we donderdagmiddag een kinderzadelpijnparty. En daar is dan een kleine kinderdisco, daar is dan cupcakes versieren, daar is sminken bij. Dus heel veel leuks. Oh, leuk. Hartstikke mooi. Nou, dank u wel voor het interview. Graag gedaan. Dit is geheim, hè? Wacht even. Mag niet op. Ja.